Henk, je staat al de hele morgen op het podium en je mag nog even blijven. Voordat jij gaat spreken, mag ik een zegen over jou uitbidden. Vader in de hemel, dank u wel voor mijn broeder Henk. Dank u wel dat u honger naar uw woord in zijn hart hebt gelegd. Dank u wel dat u ons door hem heen wilt onderwijzen. Heer, ik wil u vragen om Henk te zegenen. Wilt u maken dat zijn woorden ons mogen vertellen wat u ons wil vertellen. Wilt u ons ook zo allemaal zegenen? Wilt u ons helpen te verstaan? In Jezus' naam. Amen. Amen. Goedemorgen. Wat heerlijk om jullie allemaal zo te zien. Langzamerhand komen er steeds meer mensen weer in de samenkomst. Dat is geweldig. Hartelijk welkom ook als je thuis kijkt of later misschien. Josien heeft de teksten al gelezen die ik wil gaan behandelen. Misschien dachten jullie, wat zijn dat voor teksten die Josien leest? Nou, dat is waar ik het over zal gaan hebben. Ik weet niet of je wel eens hebt meegedaan met een georganiseerde wandeltocht. De Nijmeegse Vierdaagse, daar zullen er niet zoveel gedaan hebben. Richard natuurlijk wel, maar die is er niet, geloof ik. De Airborne wandeltocht. De Apeldoornse Vierdaagse. Nou ja, in ieder geval, als je daar aan meedoet, dan loop je niet alleen, hè? Dan loop je met heel veel andere mensen. Nou, misschien hebben jullie wel het idee, het beeld, en dat had ik eigenlijk ook al een beetje, toen de Heer Jezus door Israël liep, door Galilea, dat hij daar een hele rustige wandeling was met de Heer Jezus en zijn 12 leerlingen. En dat ze rustig allerlei dingen bespraken. En dat ze dan konden genieten van het onderwijs van de Heer. Maar je ziet hier eigenlijk een heel ander beeld in de tekst die wij aan het gaan bespreken. Hij doet het nog niet helemaal. Ja. Daar lees je dat Jezus door het landschap van Galilea loopt. Maar hij is niet alleen. Zijn 12 leerlingen zijn bij hem. En daarnaast staat er een grote menigte. Kan je het je voorstellen? En dan komen ze bij de poort van een stad. Een stadje eigenlijk. En kijk, er komt een groep mensen naar buiten. Het is een begrafenisstoet. Er wordt een jonge man begraven. En achter de baar loopt een vrouw. En dat is de moeder van die jonge man. Haar familieleden, buren, bekenden, dorpsgenoten, die zijn bij haar om de zoon te begraven. En de vrouw huilt hardop. Hartverscheurend. Ze is zo verdrietig. Want ze is haar enige zoon naar het graf aan het brengen. De meest dierbare in haar leven. Ze houdt zielsveel van hem. En nu is het onomkeerbare gebeurd. Hij is dood. Wat een verdriet. En alsof dat niet genoeg is, zij is daarmee in een uitzichtloze situatie beland. Eerst is haar man overleden. Wat een verdriet. En nu haar enige zoon. Nu heeft ze niemand meer.
haar zoon was de enige die nog voor haar kon zorgen. Want een weduwe heeft van zichzelf in Israël geen inkomen. Nu is er geen toekomst meer voor haar. Er is niemand meer om voor haar te zorgen. Er is alleen maar wanhoop. En dan lezen we het volgende. Toen de Heer haar zag. De Heer zag. Hij zag het verdriet van deze vrouw om de enige zoon die was overleden. Hij zag haar wanhoop. De uitzichtloosheid van deze weduwe. En de staat, hij kreeg medelijden met haar. Nou, dat woord medelijden is eigenlijk heel zwak uitgedrukt. Het woord in het Grieks drukt uit dat hij diep bewogen was met deze weduwe. Hij had compassie met haar. Hij voelde mee met haar verdriet en wanhoop. De herziene Statenvertaling die vertaalt het met: hij werd innerlijk met ontferming over haar bewogen. Het raakte hem diep. Weet je, in de meeste beschrijvingen van genezingen die Jezus heeft gedaan, lees je dat mensen naar hem toe kwamen om genezing. Maar hier lees je dat de Heer zag en hij zelf het initiatief nam. En dan komt hij dichterbij. En dan zegt hij tegen de vrouw: wee klaagt niet meer. Nou ja, zoiets zeg je toch niet op een begrafenis? Maar de Heer maakt hier waar wat hij zegt. Hij gaat naar de baar toe en raakt die aan. De dragers stoppen. En hij zegt heel eenvoudig, maar met gezag: jongeman, ik zeg je, sta op. En dan gaat die jongen rechtop zitten. Hij begint te praten. En dan staat er heel eenvoudig: en Jezus gaf hem terug aan zijn moeder. De Heer ziet. Hij ziet jou. En hij heeft jou altijd gezien. Hij zag jou al toen je hem helemaal nog niet kende. En zoals de Heer in dit verhaal het initiatief nam, heeft God ook voor jou en voor mij het initiatief genomen. Weet je, niemand heeft de God verteld dat hij zijn eigen zoon moest geven. Maar hij zag jou en was met innerlijke ontferming over jou bewogen. En hij gaf zijn zoon, zijn enige, zijn geliefde, voor jou. De Heere Jezus, hij zag jou. En Paulus, die zegt het,
Hij hield van mij en heeft zich voor mij overgegeven. Hij stierf voor jou aan het kruis. Voor jouw zonde. Hij is weer opgestaan voor jou. En hij leeft nu. En weet je, op het moment dat je de Heer Jezus hebt leren kennen, toen heeft hij zich al aan jou, over jou ontfermd. Jij hebt hem mogen leren kennen als jouw Heer, jouw Verlosser. Je bent vergeven. Hij heeft jou, net zoals die zoon, levend gemaakt. En God is jouw vader geworden. En jij bent zijn geliefde kind. Weet je, we hebben een relatie met de Heer gekregen. Een liefdesrelatie die nooit meer stopt. Zijn trouw, zijn genade, zijn goedheid, zijn liefde zijn er elke dag. Hij is de Heer en hij ziet jou elk moment. Hij ziet jou. Hij kent je en hij houdt van je. Hij is bewogen over jou. Elk moment van je leven. Hij ziet je strijd, je verdriet, om mensen van wie je houdt. Hij ziet het verlies dat jij hebt moeten meemaken. Hij ziet je worstelingen met de zonde, met tekortkomingen, al je vragen. Hij ziet je lichamelijk lijden. Hij ziet je psychisch lijden. Hij ziet en hij is met ontferming over jou bewogen. Zoals hij over deze weduwe bewogen was, ziet hij jou. Nou, dit verhaal is een soort van echo van een verhaal uit het Oude Testament. Daarom heeft Josien ook 1 Koningen 17 gelezen. En ik ben er echt van overtuigd dat Lucas, die dat heeft opgeschreven, dat ook zo bedoeld heeft. Het verhaal is al gelezen door Josien. En je ziet de parallellen. Jezus ontmoette die vrouw bij de poort. Elia ontmoette de weduwe, de vrouw, bij de poort. En het verhaal gaat als volgt. In de tijd van droogte en van hongersnood stuurde God de profeet Elia naar Sarefat. Dat ligt vlakbij Sidon. Dat is niet in Israël. Dat is zeg maar wat nu Libanon zou zijn. En Elia werd gestuurd naar die heidense vrouw. En die vrouw was ook weduwe. Net als in het verhaal van Naïn. Jezus ontmoette haar ook buiten de poort. Ook haar zoon werd ziek en hij stierf, ook die vrouw in Sarefat. En Elia, die bad voor het kind en er staat er, de levensadem keerde weer terug in zijn borst. En ook Elia, er staat er helemaal letterlijk hetzelfde, in de Griekse vertaling in ieder geval. Hij gaf het kind terug aan zijn moeder. Beide zinnetjes zijn helemaal gelijk.
Nou, wat kunnen we nou leren van die verbinding tussen deze twee verhalen, heb ik me afgevraagd. Nou, in de eerste plaats zie je iets van de grootheid van de Heer Jezus. In vergelijking tot Elia. Elia, die bad tot de Heer voor het kind. Maar de Heer Jezus, hij wekte die jongeman op het gezag van zijn eigen woord. Je ziet dan ook dat Lucas hier spreekt niet over het woord Jezus. Hij heeft het dan in dat verhaal over de Heer. Jezus is de Heer. Je zou haast kunnen zeggen, Jezus is de God tot wie Elia in Koningen bad. Dat is, je zou kunnen zeggen, de verhouding van de Heer Jezus tot Elia. Onze Heer Jezus heeft alle macht gekregen, staat er in de Bijbel. Op hemel, in de hemel en op de aarde. En de Heer die ziet, de Heer die met ontferming over jou is bewogen, is die Heer die machtig is. De Zoon van God. En Hij is bij je nu. Hij is niet alleen maar bewogen over je, maar Hij ontfermt zich ook over je. Hij is machtig genoeg om te handelen vanuit zijn bewogenheid. Ten tweede is Elia wordt naar een heidense vrouw gestuurd. En Lucas, zowel in het evangelie van Lucas als in Handelingen, dat ook door Lucas is geschreven, die verbindt daar heel nadrukkelijk aan. De Heer Jezus is niet alleen maar gekomen voor zijn eigen Joodse volk. Hij is ook gekomen voor alle mensen. Deze heidense vrouw in het verhaal van Elia hoort erbij. En de zekerheid die dit verhaal hier geeft, dat is, jij hoort erbij. Wat je achtergrond ook is, wat je ook gedaan hebt, jij hoort bij de Heer Jezus. En jij hoort bij de gemeente die Hij gevormd heeft. Ook hier in deze gemeente. Jij hoort erbij. Dat is de boodschap van Elia. Nou, wat je zou kunnen zeggen, en nu onze reactie dan. Ik heb iets te verder doorgedrukt. Berend, zou je op de laatste dia willen zetten? Oh nee, de ene laatste, sorry. Ja, die. Weet je, er staat nog een verhaal in Lucas waar dezelfde woorden worden gebruikt. Zien en met ontferming bewogen worden. En dat is het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Het is het verhaal dat Jezus vertelde. Een man wordt overvallen door rovers en die blijft dan vervolgens halfdood liggen. Een priester komt voorbij, later komt er een leviet voorbij en die zien. Maar hun hart blijft gesloten. Ze gaan aan de overkant voorbij. En dan komt die Samaritaanse man voorbij. En dan staat er, hij zag en werd met ontferming bewogen. En
Hij hield die man. Hij verzorgde die man. Hij bracht hem naar de herberg. En lijken op de Heer Jezus, dat betekent dat wij doen zoals deze Samaritaan deed. Zoals de Heer Jezus zag. Dat wij zien. En dat we met ons hart openen. En compassie hebben. Voor de mensen die we ontmoeten. En zien. En er dan ook naar handelen. Zoals de Heer Jezus handelde. En de jongen opwekte. De Heer ziet jou. Hij heeft compassie over jou. En hij is trouw om te handelen en te leiden in jouw leven. En jij mag laten zien wie de Heer Jezus is door hetzelfde te doen. Dan ga ik nog een stap verder. Weet je, de boodschap van het verhaal van de jonge man van Nain is: de Heer ziet je, hij is bewogen met jou en jij hoort erbij. We horen bij elkaar. En hier, ik ga het niet helemaal lezen, maar lees het voor jezelf nog eens na. Dit is een gebed van de Heer Jezus aan het eind van zijn leven hier op aarde. En dan bidt hij voor ons. En dan bidt hij dat we één zullen zijn. Laat hen allen één zijn, Vader, zoals u in mij bent en ik in u. Laat hen ook zo in ons zijn. Opdat de wereld gelooft dat u mij gezonden hebt. De Heer heeft voor ons gebeden dat we samen één zouden zijn. Want zo staat hier, weerspiegelen we de eenheid die er is tussen de Vader en de Zoon. En wij zijn geroepen om hier op aarde, als zijn gemeente, die eenheid te weerspiegelen. En het is een eenheid die zichtbaar is. Want staat er, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Een eenheid die de mensen om ons heen zien. En daardoor in de Heer Jezus gaan geloven. Die eenheid, daarvoor heeft de Heer gebeden. Dat is zijn verlangen voor ons hier in deze gemeente. Maar hij verlangt het ook voor alle gelovigen. Waar dan ook. Voor alle gelovigen, ook hier in Zutphen. De Heer verlangt ernaar dat wij kijken naar onze medegelovigen. Onze broers en zussen in de Heer. Hier in Zutphen. In wijde omgeving. Waar we mensen, onze broeders en zusters ook ontmoeten. De Heer verlangt ernaar dat we zo naar hen kijken. Wat zien we als we onze broeders en zusters zien? Weet je, ik wil je oproepen vandaag om als jij bidt voor allerlei dingen, voor mensen, om ook te gaan bidden voor je medegelovigen. Hier in Zutphen en wijde omgeving, want dat is onze eerste verantwoordelijkheid. En dat we ons gaan uitstrekken in ons hart. En vragen, Heer, leid ons dat wij een zichtbare eenheid gaan vormen.
Want de Heer laat zo duidelijk zien hier, dat is zijn gebed, zijn verlangen. Als we dat bidden, zou de Heer zulke gebeden dan niet gaan verhoren? Zullen we bidden? Heer Jezus, we willen u zo eren om wie u bent. We zijn gewoon trots op u. Dat u bent wie u bent. U ziet ons allemaal. U bent bewogen over ons. En u leidt en uw trouw, we hebben gezongen, uw trouw is er. En daar danken we u voor, daar prijzen we u voor. Heer, en ik wil u bidden, zoals we hier zijn, in al onze nood, dat we diep innerlijk mogen weten. U ziet ons. U kent ons. U bent bij ons. Heer, en we komen bij u, als het ware met de brokstukken van wat wij ervan gemaakt hebben als gemeente van Christus. Zoveel verdeeldheid. En Heer, terwijl u gebeden hebt dat we één zouden zijn. Zoals u, Heer Jezus, in de Vader en de Vader in u. Heer, en we bidden u dat u ons de weg wijst naar zichtbare eenheid. Eenheid zoals u verlangt, Heer. Naar liefde onderling. Heer, dat bid ik u in de naam van uw Zoon. Amen.
Ik wil u vragen te gaan staan. Dan mag u naar huis gaan met de zegen van de Heer. En zijn oog rust op je. Elke dag van je leven. En de genade van onze Heere Jezus Christus. En de liefde van God onze Vader. En de gemeenschap en de aanwezigheid van zijn Heilige Geest. Is met ons allen. Amen. Ja, we gaan nog één lied zingen. Wat zullen we doen? Wou jij eerst nog? Of zal ik... we gaan eerst nog even zingen. Want ik wil graag afsluiten waar we ook mee zijn begonnen. U roept ons samen als kerk van de Heer. Jezus woont, voelt de liefde zich daar.